Op zondag 29 mei gaat Sint-Niklaas voluit voor de natuur met de dag van het park. Tijdens deze dag bulkt het stadspark van de activiteit. We beginnen met een wandeling door het park, een culinaire wandeling, waar we eigenlijk aan de hand van alle plantjes en dingen die in het park aanwezig zijn gaan kijken of het eetbaar is, ja dan nee. We hebben een concert van de Harmonie. We hebben ook, niet te vergeten, een zeer leuke afvalarme picknick, waar iedereen naartoe kan komen. Breng zelf je eten mee en je krijgt een super dessert van de stad Sint-Niklaas. Er worden ook twee grote creatieve projecten voorgesteld. Het eerste project is het omvormen van drie beukenstammen naar een totempaal met als thema horen, zien en zwijgen. Deze totempaal is een blijvend aandenken aan UNICEF Solidariteitsstad. Wij beelden hier in ons stammen die drie thema's uit. Ene stam die gaat alles zien, die gaat uitkijken over de parklaan. De andere die gaat de nadruk leggen op horen, die kijkt ook naar het centrum van de luisterhoek. En dan een derde die gaat niet zwijgen, die gaat juist beginnen spreken. Een tweede creatief project is eigenlijk het invlechten van een heel grote metalen bol, ongeveer een diameter van 2,5 à 3 meter. En daarvoor roepen wij eigenlijk iedereen op om samen met ons, de Bazonfabriek en de mensen van Baken, deze bol helemaal te komen invlechten met wissen. Dag van het park vindt plaats op zondag 29 mei in het Stadspark aan de Parklaan.